Nou, die wil ik graag hebben, dat ding. Als jij eentje van mij hebt, zo een, wat kost die? 57. 57. Koop ik hem nu gelijk. Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. Al vanaf het begin van de coronacrisis is er veel onduidelijkheid geweest rondom het dragen van mondkapjes. Want beschermt het nou wel of niet? De minister van Volksgezondheid zei een paar weken geleden nog dat het dragen van mondkapjes schijnveiligheid is. En zelfgefabriceerde mondkapjes of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Dus laten we dat nou niet doen. Goed, vanaf 1 juni is het nu verplicht om als je met het openbaar vervoer reist een mondkapje te dragen. De vraag is, zien we dat zitten? En zo ja, wat voor mondmasker ga jij dragen? Reist u wel eens met het openbaar vervoer? Ja. Vanaf 1 juni moet u dan een mondkapje op, hè? Nou, dat gaan we niet dus. Oh, dan gaat u niet meer met de bus of tram? Nee. Een kapje helpt ook geen klote volgens mij. Nee? U bent alvast goed voorbereid voor volgende week. Ja, zeker. U heeft geen zin in een boete? Nee, ik niet. Het is zonde van mijn geld. Ja. Kijk. Oh, je hebt hem al. Ja, man. Altijd voorbereid. Ja. En jij, heb je er ook al een? Thuis, ergens, in mijn kast. Dus je gaat hem wel dragen? Ik heb het gehaald. Ja, ik wil die boete niet betalen toch. Het is een dure boete. Ja. Hey, toch gaat het groen niet aan bomen, dus ik moet me wel aanpassen. Ik heb een dameslipje als mondkap. Dus ja? Dat heb ik al. Van wie is die slip dan? Net van een dame die langskwam. Oh, hij is gebruikt dus? Ja, dat is des te beter. Hè, dan. Ja? Ah, u heeft ingeslagen. U mag er eentje, hè, als u wilt. Nee hoor, dank u. Ik heb er al. Ik spring, ik zing. Hey, ja, hoppa, hey! Hoppa, hey! 1, 2, 3, naar de kloon. 5, 6, 7. Zo. Even een korte vraag. Ja? Wat vind je ervan dat je vanaf 1 juni verplicht mondkapjes moet dragen in het openbaar vervoer? Vind ik een beetje waardeloos, weet je waarom? Want nu kan het ook gewoon besmet worden onder elkaar. Vanaf 1 juni in de tram met de trein. Ja, had je lang kunnen hebben, ja toch? Een mondkapje, ja, is wel logisch maar eigenlijk. Want ik ga vaak met de OV toch? Ja, dan wordt er niet echt aan die 1,5 meter gehouden. Dus ik snap het wel voor oudere mensen en zo toch? Nee, ik vind niet dat dat verplicht moet worden. Iedereen zou zelf moeten kunnen kiezen? Iedereen moet zelf kiezen wat hij daarin doet. Een stukje eigen verantwoordelijkheid vind ik in deze tijd wel op zijn plaats. Er wordt al zoveel verboden en gedaan. Niet met boetes strooien? En niet met boetes strooien. Nee, zeker niet. Ja, mij maakt het niet zoveel uit. Want ik heb hem zelf toch wel thuis liggen, dus. Oké, wat voor een? Mij maakt het niet uit. Huh? Wat voor een heb je liggen? Gewoon zo'n medische. Oh ja, die mag je niet op. Nee? Nee. Oh. Eigenlijk is het best wel logisch. Dat is gewoon logisch, want bijvoorbeeld, het kan zijn dat je opeens moet hoesten of zo in de tram. Dat kan gewoon, ook heb je geen corona, maar... Gewoon voor het geval, voor het gevoel toch, dat iedereen gewoon een beetje een mondkapje heeft en zo. Dat is, het staat wat netter ook, denk ik, of zo, helemaal in deze tijd. Dus het is gewoon logisch. Het leven vind ik niks anders zo. Nee. Ik zie wel mooi, uw lippen zo er doorheen. Ja, ik kan liplezen dan, hè. Wat vind je hiervan dan bijvoorbeeld? Ja, nou leuk man. Nee. Kik toch? Oh, dat zeker weten, natuurlijk man. Hoe geef je aandacht? Ja. Als je eentje van mij hebt zo een, wat kost die? 57. 57? Koop ik hem nu gelijk. Ja, deze niet toch? Oh nee, nu nee, gelijk. Koop ik hem nu. Als je hem nu te koop wil, koop ik hem nu gelijk. Okay. 57. Ja, ik reis niet met openbaar vervoer, dus ik heb er niet zo heel erg last van, zeg maar. Dus, Stel dat je nou toch met de bus of de tram of de trein moet, zou je dan een mondkapje op doen? Ja, als dat moet, dan moet het maar toch. En wat voor een zou je dan dragen? Nou, wel een beetje een fashionable. Een beetje trendy. Beetje trendy, ja zeker. Niet dus, van een oude sok gemaakt? Nee. Beetje een leuk tijgerprintje of zo, vind ik dat wel leuk. Als het moet, dan moet het, ja. Dan krijg je gewoon dank een bekeuring ervoor. De politie hebben mij gemunt. Altijd. Maar ik heb het onschrijf dan. Maar ik weet meer wat hun denken, wat ik denk over hun. Hun weten wat ik denk over hun. Ja, ja. Wat ik weet over hun. Hun weten dat, alleen ja. Nou ja, goed. In ieder geval niet vergeten, hè? Mondkapje opdoen vanaf volgende week. Ja. Als je niet doet, gewoon zuin. Ja, toch maar. Fijne dag.